Noas Manafsarmi, want die is na mislag, dat zei president Desi Bouterse, tevens leider van de revolutie, vanochtend op het Revoplein. Daar heeft traditioneel de inluiding van de herdenking van het 37e jaar van de overname van de staatsmacht op 25 februari 1980 plaatsgehad. Bouterse gaf het startsein voor de activiteiten door het aansteken van de fakkel en het leggen van de eerste krans bij het monument van 25 februari 1980. Bouterse is blij dat ondanks de moeilijke periode in het land er toch voor hem gebeden wordt en ook voor het volk. De last is soms bijna te zwaar en toch zal jij degene zijn die het moet dragen, zei de president. Soms kan je zwaar hebben en wanneer je het goed zou beredeneren, zou men zeggen, is het karma. Nasai isai nadat die oogst. Maar soms is het zo zwaar, dat je het eigenlijk moet ondergaan, omdat dat voorbestemd is voor jou. Ahemi dis naf you, trasma no afucharing na yumuscharing. En dat ben me berust me na in, dus me breng het even begge gimme, maar onaf sarmi, want dis aan mislag. Me breng het even begge, maar dis aan mislag. En me de bereid fucharing. Ik ben bereid voor charing omdat ik zaterdag aan een basis heb. Ik denk dat Sani, ik denk dat we samen kunnen opknappen voor zetten konden risico morgen. En als dat mimus leidt eronder, dat pas aan is zo. Dat is een charing zo. Bouterse zei dat dit werk niet ophoudt. Er zullen mensen zijn die het werk ondersteunen en dan moet niet gevraagd worden van waar die personen komen. De leider van de revolutie bleef ook stilstaan bij de verdiensten van zijn strijdmakker Badrissein Sital. Hij riep een ieder op om, wat er ook is gebeurd, hem niet te veroordelen. Ook NDP-partijgenoten Jenny Simons en André Misikaba hebben de aanwezigen toegesproken. Simons gaf aan dat de periode waarin we foute dingen hebben gedaan voorbij is. We kunnen daar niets meer aan veranderen. We kunnen het herdenken en we kunnen eruit leren. De toekomst, we weten niet of het van ons is. Wat we wel weten, is dat het moment van vandaag, het moment is dat we uit wat we gedaan hebben, uit wat goed is gegaan, uit wat fout is gegaan, een nieuw perspectief kunnen maken. En onze visie, die we toen hebben gekregen van de leiders die ons voor het eerst eigenlijk leerden van ja, je kan het zelf. Ja, wees trots dat je Surinamer bent. Ja, je bent in de eerste plaats Surinamer en niet in de eerste plaats in de etnische groep. Die boodschap is er nog steeds. Alleen moeten we zeker toegeven dat hoewel er successen zijn geweest, ik feliciteer mijn land met het niet meer primair in etnische hokjes zitten. Die zijn in belangrijke mate gesloopt. We zijn aan alle kanten met elkaar samen. Maar we kijken nog steeds naar een aantal dingen die als ik terugkijk hetzelfde zijn als toen de militairen opstonden en zeiden we gaan hier tegen vechten. Ondanks we zien dat je masrabouten naar een intiem hoor ak kondre napu balancera sani da u kan taki eigenlijk a de wan pleumpje waarden eigenlijk om taki tangina gado taka yep u tak toku hora sani chinso u taka sam kan balancer en sani meki a de belangrijk fusta ifo stel tapatori disi omdat lobby wan I give me a bribi nanga overtuiging dat we eruit komen. En met die tegen je, wanneer mij te kwalen lau lau santra die wa mantaki. Soms a moro de leri, o moro sorry, a moro de leri, o moro de tak lau sani. Wa mantak trade, het komt nooit meer goed met Suriname. Wel, blijf daar waar je bent. Wat kom je dan hier? Ik zeg, het wordt wel goed met Suriname.
André Misikaba en daarvoor Jenny Simons. Ze spraken vanochtend op het Riffelplein, waar de 37e herdenking van de revolutie heeft plaatsgevonden.